Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb twee dagen geleden een video geüpload over rang 35 tips. Maar zoals ik al zei in die video, rang 35 is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet zo makkelijk dat iedereen gewoon even kan bedenken, ik ga rang 35 pushen. Uh, rang 25 is dat wel. Ik heb zelfs op mijn, uh, even zoeken in mijn friendlist, dit account level 1 eend, heb ik zelfs level 1 rang 35. Dat was natuurlijk met een glitch, dus dat telt even niet mee. Maar kijk even naar mijn BAM. Rang 25 level 1, die heb ik ook gewoon gehaald. Rang 25 met level 1. Dus dat laat zien dat rang 35 best wel makkelijk te halen is. Die Pam heb ik gehaald in 3 tegen 3 in Edelstedigraai. Uh, een keer in de zomer van 2020. Die video heb ik ook geüpload. Uh, het is niet heel bijzonder of zo. Maar ik ga jullie laten zien hoe jullie sowieso gratis rang 35 kunnen halen in Showdown. Uh, rang 25, sorry. Want ja, ik heb hier wat rangs op mijn mini-account. Ik heb Dynamite, Shelly Cold Piper. En Mortis rang 30. Want ik had gewoon leuke knokkers vind om te spelen. Dus die heb ik hoog gepusht. Mortis zat ik bijna rang 35. Ik zat hem, had hem trouwens op uh, 1242. Uh, en te we drie keer op rij of zo. Uh, want we kwamen ja, tegen allemaal teams uit NA. En mijn mortis met delay spelen is echt onmogelijk. Toen had ik mijn mortis trouwens nog niet level 11. Uh, maar toen ging mortis uh, in Brawl Ball pushen. En ja, dat had ik hem net niet gehaald, helaas. Uh, en trouwens ook in Bounty, maar vooral in BroBall. Uh, en toen had ik hem helaas net niet gehaald. Het was met Panda Beer. Hij heeft zijn Piper gelukkig wel rang 35 gehaald toen. Dus ja, dat is mooi voor hem. Uh, maar ja, mijn mortis was net iets te laag. En toen uh, verloren we eventjes veel. Uh, want dat was wel uh, jammer. Ik was een Hyra en Equak. En ten verloren. Als zelfs met Hyra en Equak. -e verloren. Drie keer op rij of zo. dat is wel jammer. Maar dat maakt niet uit. Het gaat nu om mijn andere rangs. Ik heb hier wat hogere knokkers. Uh, uh, ja, ik heb wat hogere knokkers hier. En ik heb heel veel knokkers nog laag op dit account. Uh, zoals je hier ziet. Ja, daar speel ik niet mee. Ik speel eigenlijk alleen met knokkers die ik leuk vind. Stu vind ik ook wel leuk om te spelen. Maar die heb ik laag. Uh, maar ja, la ik ga jullie even laten zien. Hoe je gewoon rang 25 kan pushen. Uh, laat ik trouwens eerst even beginnen met een knokker die ik op de 8. Uh, op de 799 heb dan laat ik even beginnen met Bibi uh, deze sterrenkracht. kracht en dan gaan we solo doen want het moet in solo ik zie jullie in ieder geval bij het eerste potje als jij mee wilt doen aan een gratis giftcard giveaway van Apple of Google Play maak dan een screenshot dat je deze video hebt geliked dat je geabonneerd bent en dat je het belletje aan hebt gezet als jij die drie stappen hebt uh, gedaan maak je kans om een giftcard te winnen stuur die screenshot naar mijn Instagram account @giveawaybewijs1 en als ik daarop reageer dan heb je de giveaway van vandaag gewonnen. Veel kijkplezier. Oké, okay, aangekomen bij het eerste potje. En hoe jij Bibi of een andere knokker... L, eigenlijk elke knokker in solo naar rang 25 kan pushen is als volgt. Uh, je ziet hier heel veel bosjes. Wat doe je? Je gaat erin zitten en je gaat letterlijk campen. Als je campt, daar hoef je niet goed voor te zijn. Dan kan je letterlijk gratis rang 25 halen. Want ongeveer iets na de rang 25 beginnen heel veel mensen met teamen. En dat eigenlijk maar één knokker per map een beetje de meta is... De meta is ja, wat goed is op die map. Uh, alleen onder rang 25 is dus dat niet. Dus we kunnen hier gewoon campen. We kunnen gewoon het hele bordje blijven zitten. En waarschijnlijk komen we dan gratis aan de top 2, 3 of eerste. Uh, dus ja, dat is hoe je een beetje kan pushen in Showdown. Uh, en dat kan met elk level. Want ja, om te campen in een bosje hoef je niet, uh, maakt het niet uit of je level 11 of level 1 bent. Uh, ik ga misschien wel even proberen binnenkort. Uh, als ik tijd heb. Niet dit seizoen, want ik push dit seizoen 60k. Uh, maar dan ga ik proberen een rank 25 level 1 te halen uh, in Showdown. Want mijn andere had ik gehaald in 3 tegen 3. Uh, en dat was met een max level uh, Surge toen en een max level Sandy of zo. Dus wel twee hele goede knokkers erbij. Bij mijn Pam. Uh, maar ik was wel Pam level 1 in Edelsenigraai als mid. Dus ik, ik had wel alle gems met de level 1 knokkers. Dus dat was op zich best een uh, moeilijke rank 25 om te halen. Maar jezus, er zijn hier zoveel mensen met elkaar aan het teamen. Als die mij ontdekken, gaan ze me allemaal killen. Maar ja, je kan ook gewoon teamen met mensen en dan uh, uh, kunnen pushen. Maar het lijkt erop dat ze allemaal met elkaar teamen. En ik ga ook gewoon proberen te teamen als ze toch met z'n allen allemaal teamen. Uh, ja, we gaan niet die Bo aanvallen. Want dat is niet de bedoeling van campen. We gaan hier gewoon lekker zitten in het midden. En als dan niemand ons aanvalt, dan ja, weet je. We kunnen gewoon hier zitten. En dan die mortars gaan ons niet zomaar aanvallen. We hebben nog een paar gadgets. Dus ik denk dat als we hier gewoon blijven campen en gewoon helemaal niks doen. Als die mortars tenminste niet naar ons toe gaat. Oh, vervelend. Uh, dan kunnen we um, ja, gewoon overleven. Dat is wel nice. Die Mortis heeft mij niet door, dus hij loopt hopelijk gewoon weg. Oh, oh die Mortis mist mij gelukkig net aan met zijn uh, super. Maar die Edgar heeft mij volgens mij wel gespot. Oké, okay, laten we even die Mortis hier killen. Uh, ja, die Mortis is gelukkig dood. Dat is mooi, maar nu ben ik wel gespot. Dus laten we even spinnen dat ze niet op mij gaan. En het is nu gewoon de bedoeling dat iedereen met elkaar gaat vechten en niet met mij. Um, zodat ik het overleef en dan uiteindelijk die rang 25 uh, nah, niet in deze video haal. Maar dat ik in ieder geval gewoon wat uh, extra trofee haal. Heb ik weer een kill, al de tweede kill van het potje. Dus eventjes hier weer mijn super krijgen. En ja, ik heb dit potje nog helemaal niks gedaan. Het enige wat ik heb gedaan is in een bosje zitten. En twee keer geschoten op uh, mensen die dichtbij kwamen. Uh, we kunnen hier bijvoorbeeld gewoon even mijn Gadget inzetten. Achter een muurtje gaan zitten. Uh, die kill is daar dood. En we hebben het eerste potje van de video letterlijk gewonnen met Bibi. Uh, ja, en dat is dus hoe de camp-tactiek werkt in Solo Showdown op het uh, lagere niveau. Uh, zoals je ziet, hier is dat ook het enige potje. Ik had hier voor Club League gedaan, met de randoms trouwens, wat ik niet zou aanraden. Maar het was, de Club League was bijna voorbij, dus ja, het moest wel even. Maar dit is het eerste potje van de video gelijk gewonnen, dus dat is heel lekker. Laten we even een hogere knokker kiezen: uh, de M's. Uh, nou, trouwens, laten we. Laten we de M's kiezen, ja. De M's is best wel prima in. Uh... Showdown. Maar Ems is niet goed tegen uh, allemaal adcars en Mortissen die we net zagen. Dus dat wordt een beetje de ultieme test. Of we ook kunnen winnen met Ems. Ik heb een keer een video gemaakt over Camp. Holy shit, er zijn trouwens er vier boxen. Oké, okay, laten we die even gaan pakken. Ook al wordt het vechten, die moeten we hebben. Uh, want dan kunnen we sowieso winnen. Uh, laten we even spinnen naar deze gasten en ze daarna gewoon backstemmen. Uh, Wauw, ze backstemmen elkaar niet eens. Uh, Oké. Okay. Oh, wat doet die guy? Oké, okay, als ik even één hit krijg, dan heb ik mijn super. Maar deze gasten teamen met elkaar. Wat een beetje dom is, want die gast was letterlijk 500 levens. Ja. Uh, we hebben nu onze super. Laten we even die Tara hier slowen. Ja, hij backstabbed hem nu. Dat doet hij goed en hij jumpt weg. We hebben alsnog één krachtpunt hiervan gekregen. Maar dit is dus totaal niet de camp tactiek. Dit moeten we dus eigenlijk niet doen. Uh, ja, er komt daar een Edgar met vijf krachtpunten op die doos af. Dus laten we dan even weglopen. Uh, en ja, hier liggen wat krachtpunten. Die kunnen we helaas niet pakken. Maar we kunnen wel verspinnen spinnen naar die Bibi. En uh, dan kunnen we misschien teamen. Die Bibi is trouwens level 11. Dus dat wordt een beetje oppassen. Ik wil... We zijn al top 4 trouwens. We hebben nog helemaal niks gedaan. Dit oh, we hebben een beetje gevochten trouwens. Dus ja, dat is eigenlijk een leugen. Maar ja, we zijn wel vierde geworden. Met niet heel veel doen dit potje. We hebben gewoon rondgelopen en that's it. Laten we gewoon nog een potje doen met Ems. Ik ga gelijk play again. Dan vinden we gelijk een nieuw potje. En dan ga ik kijken of ik met Ems dit potje kan winnen. Ehm. Uh, Misschien had ik niet meteen moeten vechten, net, met die gasten. Want dat heeft wel heel veel tijd gekost. En eigenlijk heeft het me helemaal niks opgeleverd. Uh, laat ik even die gadget daarvoor gebruiken. Ik heb hem toch. En uh, die bibi wil spinnen. Dus ja, ik gooi even een mooie smiley daarvoor. Maar verder niet heel veel bijzonders. Ik spring even. Oh, daar zit daar een Shelly. Ja, maar die Shelly is dood. Nice. Uh, hebben we in ieder geval een kill, waardoor we ook bijna een super hebben. Uh, die ik nu heb, trouwens. Oké. Okay. Laat ik gewoon het hele tijd uh, hier gaan zitten. Uh, ik heb mijn M super. Dus als er een Shelly of zo in de buurt komt. Dan hebben die geen kans. Uh, maar die Mortis moet ik wel voor oppassen. Uh, oh, 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 Mortis. Yes, die Mortis is ook dood. En die Shelly die gaat mij hier sowieso wel met rust laten, toch? Het is een beetje dom om te gaan vechten met een M's als je Shelly bent. Uh, maar goed, als hij dat wil, prima. Uh, we moeten nu nog één hit van ons super. Laten we die even proberen te krijgen. Uh, maar we staan er goed voor. We hebben hier een uh, groot bosje. Uh, en hier zit ook niemand, als het goed is. Want er zat net die mortis, dus het lijkt me niet dat er iemand anders nog zit. Nee, oké. Okay. We hebben hier een prima ruimte om te, gewoon te campen. En als er tegenstanders aankomen vanaf hier of daar, dan, of vanaf daar... Dan spreek ik gewoon drie keer mijn attacker op en dan zijn ze sowieso dood. Uh, dus ja, het staat er goed voor. We zijn top 6. Het gaat wat trager dan het vorige potje. Het vorige potje was echt heel snel. Uh, maar nu gaat het eigenlijk ook best wel snel. Het, het gas is pas daar. Dus het potje is ongeveer... Even kijken. Een minuut bezig of zo. Uh, dus ja, op zich, top 5, als het potje me niet bezig is, is het best wel netjes. Dus is daar een Shelly. En we hebben onze super, dus dat is mooi. We kunnen die Shelly nu aanvallen, maar we kunnen ook het niet doen. Want als die Shelly bijna haar super heeft en ze heeft die gadget van clay pigeon. Uh, gadget. Dan kan ze best wel wat damage op mij doen. Ik kill haar waarschijnlijk wel, maar waarschijnlijk ben ik ook wel weak. En als er dan ineens een andere knokker aankomt, dan gaat die knokker maar zeker kiezen. Uh, om te killen, want dat kan makkelijk als ik weinig HP heb. Uh, maar hier onder me zit een... Uh, Bibi, als het goed is. Uh, als ik niet blind ben geweest en niet heb gezien dat hij weggelopen is. Oké, okay, hier komt de Shelly aan. Die kunnen we hier op zich... Ja, die Shelly kan niet zo heel veel doen. We kunnen wel een beetje spinnen. Maar die Bibi hier gaat vechten met die Shelly. Ik ga hier even me super inzetten om wat meer chaos te creëren. Ja, dan is die Bibi hier ook gewoon dood. Uh, lekker, we hebben zes krachtpunten. Ah, zeven, deze kan ik ook nog wel pakken. Uh, en dan zit hier iemand. Shelly... Ja, mooi zo. Die Shelly is ook helemaal weak en die zal ik dan eventjes killen. Let's die Edgar. Oké, okay, ik heb dit weer slim uitgespeeld. Gewoon een beetje campen en dan heb je die overwinning. En ja, ik hoefde hier echt niks voor te doen. Ik heb wel een paar kills gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar verder ging dit best wel goed. Uh, laten we dan nog één knokker kiezen om dit mee te doen. Op een iets hoger niveau. Een echt slechte knokker voor Showdown Sandy. Ik heb Sandy wel level 11, dus dat is wel een voordeel. Maar ik vind de levels in Showdown niet zo heel erg uitmaken. Want ja, je kan gewoon meer krachtpunten pakken en zo. En dan komt het ook. Maar dit is een iets hogere knokker. Dit is zelfs boven rang 25. Um, en dat zal iets moeilijker worden dan. Dus is hier een Mortis, wat wel vervelend is voor Sandy. Uh, Oké, okay, die Mortis is trouwens letterlijk 4-shot voor mij. Als ik die Mortis nu kan stunnen... Oh mijn god. Dat is wel jammer. Maar als ik die Mortis daar had kunnen stunnen, dan had ik die Mortis gewoon kunnen killen. Maar die Mortis moet nu niet op mij gaan. Want dan kill ik hem sowieso... Dus ja, dat is wel lekker. Uh, oké, okay, laten we deze ook even bakken. En dan staan we er echt goed voor. Want ja, Sandy is geen goede knokker in solo. Maar als wij met Sandy kunnen winnen boven rang 25 niveau, dan werkt de tactiek sowieso. Dus dat kan ik dan even laten zien als bewijs. Uh, even kijken. Vijf krachtpunten is wel trouwens heel veel hoor. Ik kan wel voor hooiet zeggen tegen hun, een mooie Smiley doen. Uh, maar hier zijn alweer wat meer tanks. En uh, oké. Okay. Ik heb hier mijn Sandy super. En ik ga hier dit pakken. Oké, okay. 6 krachtpunten is echt heel nice. En we zitten hier gewoon lekker in het midden. We hebben een goede campplek. En als het uiteindelijk het einde is, gooi ik hier mijn super. Ik heb de starpower dat ik damage doe. Dus dan kan niemand meer healen die met elkaar aan het vechten is. En dan kan ik dit potje denk ik, wel winnen. Het is best wel een goede positie waar ik nu in ben. Er is er een boel. Uh, alleen ja, die ga ik nooit kunnen killen. Ik kan wel deze positie hier nemen, onder in de map. Wat ook nice is. En ik kan die Shelly even wat hits doen. Waardoor die Shelly weggaat. Hoop ik. Ik hoop niet dat die Shelly terugkomt en met mij gaat vechten. Ik denk trouwens wel. Uh, dus ik ga liever even naar deze kant. Is iets veiliger dan daar. Want ja, ik kan nu wel uh, een gevecht aangaan met een Shelly. Maar als ik dan doodga, ben ik vijfde. En heb ik maar plus één trofee. En als ik eerste word, heb ik plus tien. Dus dan neem ik liever eieren voor mijn geld. En eventjes voor de plus tien gaan. Uh, ik kan wel even spinnen naar hem. Hopelijk spint hij ook terug. Ja, oké, okay, dat is nice. Ehm. Uh, Even kijken. Dus die Shelly's die zijn een beetje op jacht. Uh, er is er niemand. Ik ben wel benieuwd waar de andere knokkers zitten. Ik zal even uh, ja, daar schieten. Want deze Shelly kan ik wel hebben. Die is maar één. Uh, ja, die heeft geen krachtpunt, bedoel ik. Oh, oh. Oké. Okay. Ik heb hem super iets eerder ingezet dan ik wou. Maar even voor de zekerheid. Ik kan wel even wat hits doen op die primo, trouwens. Die primo is letterlijk vier shots van mij. En die is dan nu dood. Um, nice. Oké. Okay. Shelly gaat toch niet echt met mijn fokken hier, hè? Uh, als ik die Shelly nog één keer hit, is zij gewoon dood. Oké, okay. helaas niet. We zijn derde geworden, maar ik had die Shelly. Ja, ik had niet gecampt. Ik was aan het vechten met de Shelly en de Primo. En dan zie je, ik had beter kunnen campen en had ik een hogere positie gekregen. Uh, wat wel jammer is. Laten we dan nou nog één potje doen. Laten we het met Mortis proberen, mensen. Moortis op de. Trouwens, het is een lang 25-video. Het is niet een Camp to Win-video. Uh, laten we dan eventjes doen met. Nou ja, met wie? Cold. Cold is ook echt niet goed op deze map. Uh, maar als ik gewoon met cold een beetje kan campen. dan kan ik ook wel een hoge positie halen. Maar ik moet wel echt oppassen voor Edgars en voor Primo's hier met cold. Uh, dus het is wel een hoge zaak om wel wat krachtpunten te verzamelen. Uh, Oké, okay. die heb ik hier. Even kijken. Die Leon daar. die is al op mij aan het schieten. Dat is niet helemaal wat ik wil. Oh, daar zit die Leon. Ja, ik heb echt geen zin om ruzie te maken met een Leon. Dus ik ga hier gewoon eventjes weg. Hier is een Nani met nog een krachtpunt. Nani. Oké, okay. nice. Die krachtpunt hebben we even mooi kunnen stelen. Wat wel heel chill is, maar we moeten nu niet al te veel ruzie maken met die Nani. Want hij heeft me best wel weak. Als hij hier loopt, dan kan ik hem wel proberen te killen. Um, Oké, okay. dat is best wel een mooie actie van mij. Wat ik kan proberen. Even die Nani hier nog killen. Yes. Oké, okay. best wel goed gedaan van mij. Alleen ik heb wel um, één krachtpunt maar ervoor gekregen. En ik heb daar wel um, al mijn gadgets voor gebruikt. Dus even die Shelly hier killen. Ja. Nu heb ik wel echt al mijn gadgets gebruikt. Maar ja, ik heb ook vijf krachtpunten, wat ook lekker is. Uh, maar echt oppassen voor die Edgar. Die Edgar kan me in één keer hebben. Mm, en dat is echt iets wat ik niet wil hebben. Dus even op afstand blijven. Als die Edgar weak is. Ik kan trouwens wel even schieten op die Edgar. Uh, ga dood. Oh mijn god. Dat is echt heel slecht. En nu is die Edgar boos op mij. Dus ik moet hier echt rennen. Ik ga hier zitten. Ik denk dat dit een veilig plekje is. Ik denk niet dat die Edgar me hier verwacht. Uh, die gaat sowieso niet het risico te nemen om te springen op één blokje. Uh, dus ja, dat is wel oké. Okay. Even kijken. We zijn top 4, dus dat is ook sowieso al goed. We hebben eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan in dit potje. We hebben een Shelly en een uh, Nani gekild, maar die waren best wel free. Dus dat is op zich wel. Uh, oké, okay. daar zo. In het, achter dat muurtje zit een search. Daar zit de Shelly, waar ik nu aim. En dan zit daar een Edgar. Oh, ik wou. Ja, jullie hebben het wel gezien. Nu heeft die Edgar gezien waar ik ben. Dat is niet helemaal slim. Laat ik wel even hier gaan zitten en dan hier blijven. Ehm. Uh, want dan is het toch een iets groter bosje voor die Edgar. Oké, okay, die Search die schiet zeg maar daar ongeveer. Dus die Shelly zit dan hier als die Search hem niet raakt. Eigenlijk wil ik dat die Search nog een keer schiet. Ja, dan kan ik hier even zo doen. Oké, okay, waar zit die Shelly dan? Huh? Zit hier geen Shelly? Oh, jawel. Oké, okay. ik dacht al, zit hier geen Shelly of zo, maar die zit er wel. Um, en nu ben ik benieuwd hoe dit potje zich gaat ontrafelen. Want die Edgar, die, ja, die Search is weaker dan mij. Uh, we kunnen ook teamen tegen de Edgar. Laten we dat doen. Uh, ja. ja, 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 Edgar. Doei, doei. Die is dood. Dat weet ik nu al. Uh, laat het search maar even lekker zijn ammo verspillen. En dan, ja, dan is die search dood. En ja, we hebben zelfs met cold gewonnen op rang 25 niveau. Dus wijze van spreken zouden we nu rang 25 cold gehaald hebben. Door de 750 trofeeën natuurlijk. En uh, we hebben nog wat dozen op dit account. Laat ik die gewoon even openmaken, weet je. Waarom niet? Krijgen we nog wat punten eruit? Uh, ja, prima. Dan wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken in deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. De gratis rang 35 in solo kan je gewoon halen door te campen. We hebben hier uh, drie potjes gewonnen. Uh, potje vierde en potje derde. Dus dat is in totaal uh, plus 30 en plus. Dus het is plus 40 in totaal deze video. In hoeveel minuten? Nou ja, in 10 minuten plus 40 trofee. Heerlijk is dat. Dus mensen, als je snel wilt pushen, doe dit in show. De show daar door een beetje te campen. En dan kan je gewoon in 10 minuten plus 40 trofeeën te halen. Dus dat is eigenlijk 6 keer 4 is 200 trofeeën. Uh, 240 trofeeën in een uur halen. Dat is wel heel ziek. Dus als je vier uurtjes speelt, heb je. Plus duizend trofeeën. Nou, wie wil dat nou niet? Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie later, mensen.